Sven Verlaan, ik vroeg net aan je, hoe gaat het met je? Wat zei je? Nee, jij zei eerst dat het een beetje een stomme vraag was na vanavond. Nou ja, tuurlijk, het weekend kan niet meer stuk. Ja, je wint eindelijk, dus het is wel vriendelijk als je het vraagt, maar het is een overbodig geweest, ja. Ja, nee. En verdiend ook? Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Eerste helft ben je gewoon gelijkwaardig. En je komt eigenlijk uit de kleedkamer en je komt 1-0 achter gelijk. Echt na, voor mij, een minuut, niet eens een minuut. Ja, en ja, weet je, het is wel een lastige situatie waar we natuurlijk in zitten. En je probeert natuurlijk in, met de goede moed veld op te gaan. Maar je weet ook dat je gewoon stijf onderaan staat op dit moment. Dus, en als je dan na een minuut 1-0 achterkomt en je wint nog 3-1, ja, dat is wel echt karakter, ja. Ja. Ja, want wat dacht je toen die 1-0 viel? Gaan we weer? Ja, mag je niet zeggen, hè? Maar ja, nee, tuurlijk denk je van, hoe kan dit nou? Weet je wel, je bent de hele week werken je de, ja, moet zeggen. Maar ja, en dan sta je een minuut zaterdag op het veld en sta je weer achter. En dat is donderdag ook benadrukt van, jongens, we komen hier elke dag weer trainen hard. Dus pak nou, beloon jezelf nou eens op zaterdag. En nou ja, wat ik zou, als je dan een minuut achterkomt, dat is echt wel een lastig pakket. En het voordeel dat je laatste staat is dat je het, ja, ik moet niet zeggen gewend, maar dat je er beter mee om kan gaan misschien. En dat hebben we vandaag laten zien, gelukkig. Ja. Ja, want eigenlijk zei Dokkum Cornijen, die sprak ik net even, de trainer van Excelsior Maassluis. Die zei eigenlijk, doordat ze zo vroeg op voorsprong kwamen, dacht ik wel van, dit gaat niet een hele makkelijke avond worden. Want dan weet je, ploeg is dat laatste, die gaan er alles aan doen om dat tegen te gaan. Ja, je gooit een beetje de schroom van je af, hè, kan dan denken. Dus, en dat is denk ik ook gebeurd. We komen Tommy goede kopbal, komen natuurlijk op 1-1. En ja, je merkte ook gewoon, bij de 1-0 was teleurstelling, maar je merkte ook van, ja jongens, hè. Dit gaat ons niet weer overkomen van 2 weken geleden. En ja, we gaan er gewoon voor en kijken hard Schipstrand. En ja, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we, ja, we hebben het al vaker gezegd, dat we niet staan waar we horen. Dus ja, dan moeten we nu echt de lijn doorzetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, want hoe verklaart het verschil met 2 weken geleden? Want toen zakten jullie wel door de ondergrens. Ja. Ja, ik denk dat we de tweede helft een beetje op een lelijke manier gewonnen hebben nu. Bij Scheveningen eerste helft was er ook niks aan de hand. Tweede helft inderdaad was echt misschien wel het minste wat ik misschien wel ooit heb gezien. Want ja, dat kon natuurlijk niet, maar dat wisten we allemaal. En daar hoeft het ook niet meer over te hebben eigenlijk. Kijk, dat is gebeurd. En we hebben ook even afgezien, zeg maar. En uiteindelijk hebben we vandaag goede reacties gegeven. En vorige week ook een oefenwedstrijd tegen Rijnsburg gewonnen. En het is natuurlijk, als je die oefenwedstrijd dan wint, ja, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus daarom is het ook lekker als je vandaag wint. Ja. En die oefenwedstrijd, die speelden jullie al volgens mij een 5-3-2 systeem, hoorde ik. Vandaag weer, waarin jij ook een basisplaats hebt. Bevalt het ook goed, die opstelling? Ja, ik speel dus vooral het systeem, hè. Het is verdedigender. En dat is niet raar als je 2 weken daarvoor 6 goals tegen krijgt. En als je ook naar de competitie kijkt. We krijgen gewoon te makkelijk goals tegen. En dan ga je als trainer natuurlijk ook zoeken wat de oplossing daarvoor is. Oplossing is misschien wel even deze opstelling nu. En je zag, tweede helft ging natuurlijk inzakken. En hun gingen lange ballen spelen en beuken. En dat is gewoon nu goed uitgepakt, gelukkig. En het is misschien wel nodig, deze opstelling even, ja. Ja. Weet je eigenlijk al wat je volgend jaar gaat doen? Ja, ik wacht er al een beetje op. Ik weet nog niet, eerlijk gezegd. Nee. Ik, hoe zeg je dat? Ja, ik heb wel gesprekken met clubs natuurlijk. Hè? Maar ik kan het nog niet zeggen. Maar dat gaat wel snel gebeuren. Dus, je hebt mijn telefoonnummer, hè? Ik heb je telefoonnummer, dus je bent de eerste die het hoort, dat beloof ik. Kijk, daar hou ik in ieder geval aan. Even iets anders. Ben je een carnavalsmens? Ik heb eigenlijk 1 jaartje in Den Bosch gewoond. En dat is eigenlijk het enige jaar dat ik dat carnaval heb gevierd. Dus niet afgelopen zaterdag hier in Noordwijk uit? Nee, ik durf het ook niet als je onderaan staat. Nee, ik heb het niet in Noordwijk uit gevierd. Wel overwogen, maar niet gedaan. Maar volgend jaar dan. Dus nog genoeg carnaval. Dus, Ik dacht, misschien is dat het medicijn voor die gasten geweest. Even een weekje, even lekker niks. Even met elkaar misschien wel een biertje gedaan. En dan nu deze wedstrijd op de mat leggen. Ja, het ook ongetwijfeld gebeurd als wij die zaterdag hadden gespeeld. Dat we hem gewoon door hadden getrokken naar het dorp, zeg maar. Alleen, nu waren ook veel wel natuurlijk een weekend vrij. Dus ja, veel jongens die namen het ook even van met hun vrienden en familie. En dat kan ik zo niet kwalijk nemen. Dus
Maar ja, weet je, in principe het zou leuk zijn, maar eigenlijk hebben we dat niet nodig. Want we hebben gewoon een hele goede groep. En het belangrijkste is dat we het volgende week doorzetten, deze reeks. Want nu is 3 punten leuk, maar ja, als je volgende week verliest, we moeten gewoon blijven winnen. Dat is de enige optie, zeg maar. Ja, ja, want Kees de Roo weer eens een keer leuk, of weer eens een keer horen is ook wel leuk voor jullie, denk ik. Ja, zeker. En hij klonk ook harder dan normaal volgens mij. Dus alles kwam even uit, maar dat is mooi. Ja. Zo is dat, geniet ervan. Ja, dankjewel. Super.